Ja, nog niet zo lang geleden, we hebben het besproken, zei Orbán. Nou, meneer Christensen, kom maar even naar Boedapest. Dan gaan we daar eens over onderhandelen. Christensen die wilde toen niet, in ieder geval niet onderhandelen. Nee. Misschien wel praten, maar nu reist hij dus toch af. Wat is er veranderd? Nou ja, kijk, wat is er veranderd? Het is bijna op het laatste moment dat hij nog langskomt. Want er wordt maandag over gestemd. Dus komt hij met tegenzin vandaag. Maar het is natuurlijk vlak voor het weekeinde. Mm-hmm. En toen dacht hij, nou ja, oké, dan kom ik dan maar in vredesnaam. Maar wat ik wel opvallend vond, is dat vlak voor zijn bezoek werd er een verklaring uitgegeven door de regering, waarin stond dat er vooral wordt gesproken over veiligheidsvraagstukken en defensie. Er werd met geen woord gerept over die kritiek van Orbán op Zweden. Ja. Namelijk dat Zweden heel veel kritiek heeft geuit op Hongarije. Met name over de rechtsstaat en hoe het met de persvrijheid hier is. Nou, Zweden heeft al aangegeven dat ze daarover geen water in de wijn willen doen. Ze vinden dat tussen vrienden eigenlijk ook verschil van mening moet kunnen bestaan. Dus ik verwacht eigenlijk dat ze daar een beetje op gaan spelen. Dus dat ze gewoon straks zeggen, nou, Hongarije en Zweden zijn vrienden, maar we zijn het over bepaalde onderwerpen niet eens. Maar natuurlijk, als Hongarije in moeilijkheden zit, dan zal Zweden er zijn als NAVO-lid en andersom ook. En ik denk dat ze het op die manier een beetje gaan gladstrijken, zeg maar, de plooien die er zijn tussen beide landen. Eigenlijk een beetje theeleuten wordt er dus. En dan mooie foto maken en dan zijn we klaar. En, en dan stemmen. Het zijn natuurlijk gewoon ego-trippers. Hè? Zeker Orbán. Hè? Ja. Dat is natuurlijk. Het is eigenlijk een beetje toch een kleuterklas, vind ik hoor. Ze laten gewoon hem voor het plaatje overkomen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Mm-hmm. Want Hongarije gaat heus niet tegenstemmen maandag. Kijk, als ze dat wel gaan doen, dan hebben ze echt grote problemen. Want ze hebben ook al een hele delegatie van de Senaat, hè, de afgelopen dagen letterlijk in de kou laten staan. Die wil ook nog even met mensen van de regering spreken. Nou, ze hebben gewoon tegen de Senaat gezegd van, nou, ga maar lekker weer naar huis. We ontmoeten jullie niet. Amerikaanse Senaat, hè? En toen is er in Amerika echt gezegd, nou, toen zijn ze al aan een motie aan het voorbereiden daar om echt, bij wijze van spreken, ook sancties in te voeren tegen Hongarije. Dus ik denk niet dat Hongarije nu tegen gaat stemmen, hoor. Ze staan nu wel heel erg onder druk. En dit is, zoals jij het al aangaf, gewoon voor het plaatje, het bezoek van de Zweedse premier. Ja, en dus gaan ze maandag gewoon instemmen en eerst nog even een fotootje maken. Ondertussen moeten we ook even bespreken, Stefan, hebben verschillende NAVO-landen hun steun uitgesproken voor Rutte als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, de opvolger van Jens Stoltenberg. Ja. Gisteren was er heel veel nieuws, allerlei landen die via bronnen en dan een beetje verdekt taalgebruik zeggen, nou, wij zien Rutte wel zitten. Maar Hongarije, toch wel bekend als notoire dwarsligger op allerlei gebieden, nu dus bij het Zweden verhaal, maar ook natuurlijk in de EU. Hoe staat Orbán tegenover Rutte als SG van de NAVO? Nou, zacht gezegd niet enthousiast. Hè, want Rutte en Orbán die kunnen het eigenlijk zeker niet met elkaar vinden op alle gebieden. Rutte is ook heel kritisch geweest over de rechtsstaat hier en zo. Dat is hier absoluut niet in goede aarde gevallen. Dus Orbán is niet enthousiast over Rutte, kan ik je zeggen. En ik denk ook dat er wel andere Oost-Europese landen zijn die toch een beetje twijfels hebben over Rutte. Dat hij ook echt zich voor hen wil inzetten. Want ze zijn ook niet vergeten dat Nederland bijvoorbeeld tegen de toetreding was van Roemenië bijvoorbeeld tot het Schengen-verdrag. En vanuit Roemenië wordt nu ook een tegenkandidaat voor Rutte in het spel gezet, de president van Roemenië. Nou, ik denk overigens uiteindelijk hoor dat ook Hongarije overstag zal gaan. Misschien wel dat Orbán weer even naar het toilet zal gaan, hè, als er over gestemd gaat worden of zoiets. Dat doet hij wel vaak als het moeilijk wordt. Maar ik denk dus uiteindelijk dat het wel goed komt. Maar Hongarije zal voorlopig nog wel even dwars liggen, zo verwacht ik, over hem. Ja, we gaan het met jou volgen. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, onze Oost-Europa-correspondent Stefan Bos.